Wij zijn de verpleegkundigen van Medisch Centrum Kinderwens. Wij gaan u vandaag wat meer vertellen over hoe u de pure grondpen klaar moet maken voor gebruik. In de kliniek krijgt u een etui met daarin de pure grondpen. Bij de apotheek haalt u de ampul met injectievloeistof en de naaldjes voor eenmalig gebruik. Voordat u de pure grondpen gaat klaarmaken, wast u eerst uw handen. Dan kunt u beginnen met de dop verwijderen van de pen. De gele ampulhouder draait u van de pen en pakt dan de ampul injectievloeistof. U plaatst hem over de ampul en de ampulhouder kan er weer overheen. Deze kan u helemaal dichtdraaien tot u niet verder kan en de pijltjes horen overeen te komen met elkaar. Dan pakt u het naaldje wat u van de apotheek hebt gehad en het beschermhulsje haalt u eraf. U draait de naald op de pen. Om de naald zitten twee beschermkapjes. De eerste grote kunt u alvast verwijderen. Daarna houdt u de pen rechtop en verwijdert het kleine beschermkapje. En kijkt of er al een druppeltje injectievloeistof uit de naald komt. U kunt wat tikken tegen de ampul om te kijken of er dan een druppeltje tevoorschijn komt. Als dit het geval is, is de pen goed ontlucht. Wanneer er niets uit de naald komt, draait u de draaiknop één klikje verder en drukt op de injectieknop onderaan de pen en spuit wat injectievloeistof uit de pen. Dan is deze ook goed ontlucht. Nu kunt u uw eigen dosering opdraaien op de pen. Deze dosering heeft u gehoord van uw behandelend arts. Wanneer u per ongeluk te ver aan de pen heeft gedraaid, kunt u hem helemaal uitdraaien en weer terugdraaien naar de nul om opnieuw de dosering op te draaien. Wanneer de goede dosering in het venster staat, kunt u de injectievloeistof injecteren. Dit kan u doen in de buikplooi of in het bovenbeen. Wanneer u de vloeistof injecteert, drukt u weer op de injectieknop onderaan de pen en drukt de hoeveelheid uit de pen. Als u niet meer verder kan en er staat weer een nul in het venster, wacht u even 5 seconden totdat de vloeistof nagedruppeld heeft. Daarna verwijdert u de naald uit de huid, plaatst het grote beschermkapje weer over de naald en draait deze van de pen. De naald gooit u direct in een container die u van de apotheek heeft gehad. U plaatst de dop opnieuw op de pen en hij is klaar voor een volgend gebruik.